Voilà, de paarden zijn gestart. De volle breedte gaan de paarden de eerste meters door met aan de buitenkant Goa Dizer die probeert de leiding te nemen. Goa Dizer bij het doordraaien van de bocht neemt de lengte voorsprong. Galoppade voor Victoria Tim. En we kijken naar de start van het veld. Ook daar is alles goed vertrokken. Deelnemers aan de overzijde van de baan. Uitgeschakeld paard nummer 3 galop. Victoria Tim is onder de bel van uitschakeling gevallen. We zijn aan halverwege de rechterlijn aan de overzijde met Goa Dizer, Zadok Font. En daarachter op de derde plaats Guvo Greenwood. Een onderling verschil van een lengte per paard. Daarachter op de vierde plaats in aansluitende vorm Lano EV, dan is No Good Derby. Met aan de buitenkant Gabor Reis en daarachter Hooray Boko. Verder weg Dream Women, daarachter volgt dan Diamond SL. En Daydream Melo is de hekkensluiter als de reguliersbocht gerond wordt en de paarden weer in de rechterlijn voor de tribune komen. Niels Jongejans, hij kijkt eens even opzij. En ziet dat het peloton toch redelijk dichtbij is. Als we weer door de finish gaan en de Jong-Holland-bocht opzoeken. Maar nog altijd die lengte voorsprong voor die Goa Dizer. Zadok Font op de tweede plaats. In het tweede spoor Guvo Greenwood. Aan de binnenkant daarvan Lano EV, dan is No Good Derby. Hooray Boko, Dream Women. Gabor Reis die komt wat naar voren. Daarachter volgt dan Diamond SL. En in aangesloten vorm aan de binnenkant Daydream Melo. En we zijn weer aan de overzijde van de baan. Halverwege de rechterlijn overzijde is het nog altijd Goa Dizer die onbedreigd met een lengte voor sprong de leiding heeft. Zadok Font op de tweede plaats, die Guvo Greenwood naast zich moet dulden. Daarachter is No Good Derby aan de buitenzijde van Lano EV. Gevolgd door Gabor Reis, met aan de binnenzijde Hooray Boko. Daarachter Diamond SL, Dream Women en laatste nog altijd Daydream Melo. Zo komen de paarden weer doorheen de reguliersbocht en gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Met een ongewijzigde volgorde in de front rank. En zo dadelijk bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. Nog altijd onder aanvoering van Goa Dizer en Niels Jongejans gaan we die laatste ronde nu in. Op de tweede plaats Guvo Greenwood, erachter Zadok Font. Verder weg is No Good Derby. Aan de binnenkant Lano EV en achter Lano EV Gabor Reis met Hooray Boko. Dan Diamond SL aan de buitenkant van Dream Women. En op de laatste plaats onveranderd Daydream Melo. Zo zijn we voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. En is het nog altijd diezelfde koploper, zijn de Goa Dizer. Goa Dizer een kleine lengte voorsprong op Guvo Greenwood. Daar komt Is No Good Derby. Jan Baas piloteert zijn paard in het buitenste spoor naar het front en gaat nu de aanval. Lopen op de leidende Goa Dizer. Daarachter op de derde plaats Guvo Greenwood. Zadok Font maakt de galoppade. Gabor Reis en Lano EV volgende leiders. En zo komen dan de laatste bocht uit trekken richting laatste rechterlijn. Goa Dizer die leidt nog altijd aan de buitenzijde. Is het dan Is No Good Derby? En zo zijn we dan in de laatste meters. Aan de binnenkant Goa Dizer. De buitenzijde Is No Good Derby. Goa Dizer Is No Good Derby. Is No Good Derby voor Goa Dizer. En daarachter op de derde plaats Guvo Greenwood. En verder weg zagen we onder andere nog Lano EV. Ja, een beetje meer.